25 was ze toen ze in de gemeenteraad van Heusden terechtkwam voor de VVD. Op haar 27ste werd ze fractievoorzitter, op haar 29ste wethouder en op haar 32ste burgemeester van Loon op Zand. En dat is nu precies een jaar geleden en nu moet ze ingrijpende beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over uitbreiding van de Efteling, maar ook over maatregelen rond dat wat verpauperde vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Ook die bewoners van het park bevestigen dat het er soms onveilig is. In the weekend there are a lot of fight with people, you know, the people are drunk, drugs, you know, it's because there is no control. Het valt wel op dat ze als morgens vroeg om 9:30 met de blikken bier in de hand lopen en. U snapt wel dat de burgemeester hier het paal en perk aan wil stellen. Heel goed. Je krijgt steun, hè, van de mensen. Merk je dat meer voor deze maatregel? Ja, zeker. Ja, de algemene reacties zijn gewoon heel positief. In de zin dat mensen blij zijn dat we de komende maanden daar verscherpt toezicht houden. Maar ze hopen ook dat het niet alleen de komende maanden is, maar ook de jaren erna zo zal blijven. Ja, even tussendoor. Heb je al serieuze tegenwind gehad in dat eerste jaar eigenlijk? Of is iedereen blij met je? Nou, tot op heden is iedereen heel erg blij. Maar dat moet ik ook zeggen, dat is vooral ook omdat ik merk dat inwoners, ondernemers, iedereen gewoon ook heel erg mij verwelkomd heeft. Dus ik ben vooral ook heel erg blij met steun en met het warme welkom wat ik het afgelopen jaar gehad heb. Je praat wel als een burgemeester nu. Ja, fijn hè? Alles leuk en fijn en goed. En, ja, maar het is ook zo. Natuurlijk is het ook wel gewoon soms een eerste jaar is alles is nieuw. Dus we hadden het net al even over het zijn van burgemeester is anders dan het kijken naar een burgemeester. Dus je hebt er een voorstelling van, maar als je het bent, dan is het toch bij tijd en wijle anders. Wat is het verschil? Wat me het afgelopen jaar het meest opgevallen is, zijn eigenlijk twee dingen. Waar ik aan heb moeten wennen, is de intensiteit van het ambt. Mensen verwachten altijd een hele enthousiaste, positieve, vrolijke burgemeester. Terwijl ook ik 's morgens wel eens op kan staan en denk, dit is vandaag niet helemaal mijn dag. Mensen verwachten gewoon, vragen heel veel van je. Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. En wat ik daarnaast ook merk is de ombudsfunctie die je als burgemeester hebt. Dus mensen die een afspraak met je willen maken omdat ze ergens op een bepaald punt in hun leven helemaal vastlopen. Terwijl ik daar soms als burgemeester ook echt niks aan kan doen omdat ik er gewoon simpelweg niet over ga. Daar moest ik ook aan wennen, aan die ombudsfunctie die je als burgemeester ook hebt. En dan moet je luisteren, praten en iemand eigenlijk met een kluitje in het riet sturen. Het liefste dat laatste natuurlijk niet. Ik probeer altijd te kijken of we toch een handvat mee kunnen geven om een stapje verder te komen. Maar dat lukt ook gewoon echt niet altijd. Ja, maar het is een intensieve baan en eigenlijk ben je het 24 uur per dag. Hè? Ja. Ja. En dus kun je ook heel moeilijk daar uitbreken. Ja, dat is wel eens lastig. Ja. En tegelijkertijd merk ik ook wel, ik ben heel erg bekend met social media, met mail, met telefoon. Dus voor mij is de scheidslijn tussen werken en niet werken is nooit heel duidelijk aanwezig geweest. Dus ik heb er nu ook niet zo heel veel last van. Conclusie, het bevalt. Heel erg goed. Het bevalt ze in Loon op Zand en het bevalt de burgemeester zelf. Ja. En ja, ik bedoel, in april heb je een verkeersbrigadier of wat verkeersregelaar was het. Ja. Die flauw viel, die heb je gereanimeerd. Ja. Ja, dat was natuurlijk een prachtige binnenkomer, hè? Hoe ging dat? Vertel dat nog eens. Ik vind het allesbehalve een binnenkomen. Want het was gewoon voor meneer echt nog steeds, denk ik, een buitengewoon vervelende situatie. En hij was natuurlijk op het randje van de dood, zeg maar. En ik stond met meneer te praten, want we hadden eigenlijk een hele leuke opening voor Koningsdag. En bij het Witte Kasteel Loon op Zand zouden we het Wilhelmus zingen, de vlag hijsen. Er stonden kindjes klaar met prachtig versierde fietsjes. Dus die zouden ook een rondje gaan rijden. Dus ik had er eigenlijk gewoon heel veel zin in. En ik stond met meneer even te praten, omdat ik hem een paar keer vaker gezien had. En hij liep naar een hek en hij trok er aan. En ik dacht van, het zal scheef staan. Want ik ken meneer als een hele precieze inwoner. Ja. En hij viel toen achterover op de grond. En ik zag eigenlijk meteen dat het niet goed was. En wat me dan gewoon heel erg positief verrast heeft, is dat er zo ongelooflijk veel mensen op dat moment in actie komen. Maar jijzelf dus ook? Ik was blij dat ik iets kan doen. Ik heb in de sporthal een paar jaar geleden meegemaakt. Toen kon ik niet reanimeren. En toen werd de beheerder van de sporthal onwel. Die kreeg ook een hartstilstand. En toen hebben we met z'n drieën hebben we die meneer ook gereanimeerd. Maar toen dacht ik, dit gaat me niet nog een tweede keer gebeuren dat ik in zo'n situatie kom en ik niet weet wat ik moet doen. Aha, je was een beetje voorbereid. En dan zien we deze prachtige foto waarin je even die ketting afdoet en daarmee in je hand staat. Want die zat in de weg kennelijk bij het reanimeren. Ja, dat zit heel onhandig om je nek. Nee, maar goed, de meneer rechts in beeld, Ad van Beek,
Freek die kon niet reanimeren, maar die heeft meegeholpen met het beademen. En de mevrouw met het rode vestje op de achtergrond bleek kinderarts te zijn. Die was bij het Witte Kasteel. Die kwam aangerend. Nou, er waren dames en heren van het gilde die het verkeer tegenhielden. Er zijn mensen om een AED gaan rennen. Dus het was absoluut echt een enorme teamopgave. Ja, en toen waren er toen kwamen heel veel positieve reacties op. Het is natuurlijk leuk, een burgemeester die ook handelt, hè? Niet alleen maar kletst. Want, en toen zei er iemand in Loon op Zand, die zei niet te veel praten over maken, want straks zijn we er nog kwijt aan een grote stad. Nee, dat gaat echt voorlopig niet gebeuren. Nee, je bent net een jaar bezig, maar je bent nog maar 32. Ik noemde net die dat tijdlijntje, 25, 27, 29, 32. Ja. Wat komt er als je 35 bent? Ja, ik moest wel lachen, want ik zag van de week het kennismakingsinterview van de nieuwe burgemeester van Heusden, mevrouw Van Hees. En die kreeg dezelfde vraag. Als je 34 bent en je wordt burgemeester van Geertruidenberg, je bent nou 40 en je wordt burgemeester van Heusden. Jongen, wat een carrière. Waar gaat dit eindigen? Toen zei ze, dat vraag je me in mijn eerste week. Hè? Dat kan ik natuurlijk geen antwoord op geven. Ik heb er een jaar mee gewacht. Nee, precies. Nou, ik kreeg die vragen. Die krijg ik best wel vaak. En ik zeg ook altijd, dat kan ik gewoon echt niet zeggen. Ik ben hartstikke tevreden als burgemeester van Loon op Zand. Ik wil voorlopig absoluut niks anders. Sterker nog, ik kijk er enorm naar uit om heel snel daar ook te gaan wonen. Als ons huis helemaal ingericht is. Ja, het huis is gekocht inmiddels, hè? Ja, we hebben de sleutels al enige tijd. De schilder is bezig en de meubels komen over 2 weken. En dan kunnen we er ook echt wonen. En daar kijk ik heel erg naar uit. En ik ben absoluut nog niet bezig met wat over x aantal jaar wat ik dan wil. Ja, nou, we zijn heel benieuwd waar dit allemaal toe leidt. Dankjewel, Hanne.